jaren 50 dorp. Daar is natuurlijk een stukje nostalgie en voor oudere mensen is dat heel herkenbaar. Het is gewoon heel leuk als er mensen komen met een eropuitbus of met een familiedag. En dan vertellen vaak de opa's en de oma's aan hun kinderen de herinneringen die ze zelf als kind hebben meegemaakt. Dus dan geven ze hun verhalen door. Voor kinderen is het een stukje verwonderen, want een hele hoop dingen zijn nieuw. Wat we ook gedaan hebben is dat we ook onderdeel zijn nu van Brabants erfgoed. We zijn een museumschatje. En dat maakt dus dat scholen ons ook gratis kunnen bezoeken, want dan krijgen ze de intreegelden worden dan betaald door Brabants cultureel erfgoed. In het kerstdorp is er natuurlijk de kinderkerstmusical, waar kinderen daarmee doen, meespelen. Als ik bezig ben met coaching, gebruik ik het theater op een andere manier. Want dan zet ik drama in om kinderen ook te helpen. Of poppenkast zet ik in om kinderen te helpen met een hulpvraag. En wat een beetje centraal is aan alle activiteiten, of dat het nou de kinderkerstmusical is of de kindercoaching, dat is dat je kinderen in hun kracht wil zetten en ze trots wil laten zijn op wat ze kunnen. Als je bijvoorbeeld naar de kinderkerstmusical kijkt, er zijn soms kinderen die heel introvert zijn en die het lastig vinden om voor een groep te staan. En dat komen ze toch in hun leven vaak tegen als ze een spreekbeurt of iets anders moeten doen. En eigenlijk door toneel te spelen of door samen poppenkast te spelen, leert zo'n kind spelenderwijs dat het er mag zijn en dat het ook in de schijnwerpers mag gaan staan. Want ieder kind is uniek en ieder kind is prachtig. En het is gewoon heel fijn om die kinderen dan ook te zien stralen. En dat is een beetje de gemeenschappelijke noemer van wat in mijn boeken zit en wat we in het theater ook doen. En ook hier in het atelier met allerlei creatieve technieken. Ja, het klinkt als heel divers, maar er zit echt bij alles wel een... alles haakt op de een of andere manier wel weer in elkaar. Ja! We gaan de kerstboom versieren! Nou, hier zijn we in het kleinste huisje van ons jaren 50 dorp. Het huisje van oma Appeltaart en opa Klok. En hier hebben we ontzettend veel plezier gehad met het MMT samen. Want hier hebben we heel veel van de opnames van Scrooge gemaakt. En ja, het was ontzettend leuk en het smaakte zeker naar meer. Camera loopt. Meneer Scrooge staat hier ook zo'n nieuwe wedstrijd in. Ah ja, we hebben een typische jaren 50 camera. Het is jaren 50? Ja. Het is een kanon. Vroeg voor meneer Scrooge, die kanonnen zijn dat er nog kan staan. Ja, ze kunnen er ook mee schieten met deze. Dus is wel... Helemaal? 2, 3. Dan weet je wel niet meer. Rustig aan, je inventaris. Kijk, 455. Nee, niet de slappe loop, nee. Stop, die mannen willen ook niet.
ziekenhuis. Nou ja. Gertje, ga eens kijken wie er aan de deur is. Ja, dat is goed. Goed. Is de vrouw met de baard, meneer coach? De vrouw met de baard. En dan heb je één met maar twee halen opgenomen, dus die, ja. Dit is helemaal opgenomen. Wacht, kom terug! Is dat goed? Dat niet erg geschrokken, hoop ik. Ik ben Mike. Super. Ja, was die goed? Ja. Ik heb mooi. Toch niet in één keer, hè? Hij is in één keer. Heb ik nou de hele avond zitten wachten voor één keer? Ja. Of iedereen drie, vier keer? Nou, in één keer? Ja. Ja. 563 keer geloven net in. Nou, in één keer! Ja, volgende week. Hé, van. Ik heb jou niet in beeld en de deur wel. Ja? Oké. Okay. Ja? Ik moet de deur niet te ver opengooien, want dan hebben ze jou dadelijk. Ja, dat zal een keer of 20 over de avond worden, denk ik. Ik noem hem 6-2. Het is feest! Het fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben een gezellig en druk jaar gehad. Met alleen maar tevreden klanten. En ik ben heel even mijn tekst kwijt. Bob Cratchit. Hoe zou hij het vinden? Hoe zou zijn vrouw... Doe maar even. Scène 485. Ja. Nee, doe maar 6-2 dan. Ja. Scène 6, tweede take. Zo. Hahaha.